Hallo, welkom terug bij een nieuwe video hier vanuit het Efteling Hotel vandaag. Ik sta nu in de lobby van het hotel, want buiten sneeuwt het. En vandaag gaan we weer iets super tofs doen. We gaan vandaag voor de derde keer super gave hotelkamers checken in de Efteling. De Efteling heeft buiten de normale hotelkamers een aantal themakamers. Die helemaal zijn gethematiseerd en helemaal zijn aangekleed in het thema van een bepaald sprookje, een bepaalde attractie. En die gaan we checken. Dus laten we beginnen. Let's go. Leuk dat je kijkt. Ja, nogmaals welkom terug allemaal. Ik wil jullie als eerst onwijs bedanken voor de 19.500 abonnees, jongens. We gaan bijna de 20. Komt ie. Bijna. De laatste stapjes, jongens. Volgende week ga ik met Menno naar de Efteling en dan ga ik mijn belofte waarmaken. Dan gaan we inderdaad de vogels voederen in het park. Maar voor nu ben ik in het Efteling Hotel, want we gaan vandaag weer 8 nieuwe themakamers checken die we nog niet eerder hebben gecheckt. Laten we de pasje ophalen. De magische sleutel waarmee ik iedere deur in het Efteling Hotel open kan maken. En daarna gaan we richting de lift. Let's go naar de lift. Zo jongens, daar gaan we weer. We staan weer voor de liften van het hotel om richting de eerste kamer te gaan. Komt ie aan. Zo. Het Efteling Hotel heeft 2 verschillende soorten kamers. Ze hebben de standaardkamers. Het Efteling Hotel heeft ook een aantal themakamers. En die kamers zijn helemaal in het thema van een bepaalde attractie, een bepaald sprookje. En dit is dus de carousel suite. Laten we hem openmaken. Daar gaan we jongens, de eerste kamer. De carousel suite. Let's go. Wauw. Laat ik de lampjes aanzetten. En het toffe is, iedere keer, dit is nou de derde keer dat ik deze tour doe, is de verrassing waar je binnenkomt en dit is gaaf! Wat? Dit is super cool! Gewoon een carouselkamer, je hoort de muziek van een carousel, hier staat een paard van de carousel. Kijk dan! Een heel orgel, wauw. En hier nog een, oh ja, dit is wel goed. Dit is super. Wel lekker kitsch, lekker goud, lekker bedeaurood. Je hebt hier vanuit de suite uitzicht op de ingang van het Efteling Hotel. Ik vind dit echt super, joh. Zo, grote badkamer zeg. Kijk dan, je hebt hier een grote inloopdouche, een bad. Ah, wat leuk zeg. 2 persoonsbedden dus, in totaal kunnen 4 mensen hier slapen. Je hebt een tv'tje, in het kassahokje, opbergkastjes, een bureautje heb je. Oh, dit kan oprecht ook nog. Oh, ah, dat maakt geluid, kijk dan. Wat? Super gaaf. Grote spiegels. En nog even 1 keer als je eens binnenkomt. Dat is wel hartstikke leuk. Oh, dit is gewoon. Oh, dit is de motor van de carousel als kast. Oh, dat is me toch een partijtje gaaf. Maar laten we nog 1 keer het geluid aanzetten. Ah, dit is toch geweldig. Hier wil je toch gewoon slapen en logeren als je in de Efteling bent. Echt super, super tof. Ik vind hem echt super gaaf. Ja, laten we doorgaan naar de volgende thema suite. Maar ik ben er weer helemaal enthousiast. Ik vind het helemaal tof. Ik vind het helemaal leuk. Ja, dus ook even wat informatie. Je kan hier slapen met 4 personen. De kamer heeft dus 2 2-persoonsbedden, een eigen badkamer, toilet, bad, spiegel, wasbak met 2 kranen, een inloopdouche. De kamer heeft 2 televisies. Zowel hier aan het bed als hier in de zithoek. De kamer heeft ook een eigen zithoek met eigen meubeltjes. Dus boek je deze suite voor 1 nacht, krijg je 2 dagen Efteling intree. Dit was de carousel suite. Oh, dit is wel echt tof. Dit is de sprookjesboom suite. En ik weet dat dit een van de populairste suites is die er in het hotel is. Deze is bijna altijd volgeboekt. Lekker hè, zo'n pasje waar je ook wat naar binnen kan. Aangekomen in de sprookjesboom suite. En dit is echt een enorm grote suite. Moet je eens even kijken. Deze lijkt groter dan de carousel suite. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Weet je wat ik zo tof vind aan dit soort hotelkamers en deze suites? Dit zijn gewoon aparte themabelevingen op zich. Tot in de allerkleinste details is het thema sprookjesboom
doorgevoerd. Laat me je een rondleiding geven. Je komt dus hier binnen met een begroeting van Heks en Langnek en een leuk bordje op de deur van de sprookjesboom. En moet je eens kijken, hè? Hier begint het al. Hier onder allemaal van die paddenstoeltjes. Hier het eerste tweepersoonsbed. Je hebt een nachtkastje als paddenstoel. Een eikeltje als nachtlampje. En ja, dit bed is dus ook weer helemaal mooi afgemaakt. Met het sprookjesboomthema. De draak, de man himself. En hier dus twee stapelbedden. Met ook een nachtlampje daar. Klein duimpje. Bureautje met spiegel met daarin de tv verwerkt. En hier hebben we dus de badkamer. En deze is ook weer zo super groot. Twee wastafeltjes, weer eigen föntje, douche en bad. Uiteraard de wc. En hier heb je dus ook een inloopdouche. Ik zou het wel weten hoor, als ik zou gaan slapen in de Efteling. En hier heb je dus de woonkamer met weer een tv. Leuk bordspelletje, paddenstoeltjes, mooie bank met tafeltje. Ah, dit is super. Dit is een paddenstoel uit Sprookjesbos met allemaal verschillende dingen erop. Komt ie? Ik heb hem verstopt in grootvaders klok, maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Voor mijn hulp bij alle rampen, hoef je slechts 3 keer te stampen. Ja, dit is toch fantastisch? Tadaan. Ja, dit is toch super? En dit bedoel ik dus met die details, hè? Hier één korrentje. Maar hier bijvoorbeeld, en ja, dit zijn echt de kleinste dingen. Buitengordijnen zijn eikeltjes weggewerkt en dat soort dingetjes. Zelfs het behang van de kamer is in het thema van de sprookjesboom. Ja, echt geweldig, echt super. Ik denk dat dit echt tof is als je met kinderen bent die de sprookjesboom leuk vinden. Wat ik zeg, deze kamer is ook echt heel populair. Heel vaak volgeboekt. Zo jongens, daar gaan we weer. Wat natuurlijk wel goed is om te weten, hè? Themakamers zijn over het algemeen duurder dan een normale kamer in het Efteling Hotel. Ja, dat heeft te maken met de alle extra's die je krijgt. Je krijgt ontbijt, sowieso, bij je verblijf. Dus dat zit er sowieso in. Dat is ook bij de normale hotelkamers. Maar uiteraard ook bij de themakamers. En voor de actuele prijzen, kijk even op de site van de Efteling. Ik loop een rondje, maar ik moet volgens mij heel ergens anders heen. We gaan naar binnen bij de lavasuite. Oh, wat gaaf. Wow. Nou ja. Wat geweldig. Nou. Hoe krijg je het verzonnen? Ik ga het aan je laten zien. Dit is echt zo fantastisch. Dit is een bouwtekening van Lals Brouwhuis. Een van de huisjes uit het volk van Laaf. Hier kun je het bouwproces zien van Laafse Lurk. Dat is de drank die hun maken daar. En eigenlijk slaap je midden in de brouwerij volgens mij. Want hier zie ik een of andere tank die deze Laaf goed bewaakt. Super toffe glaasjes van het volk van Laaf. Hier ook een Laaf bij een kraantje. Hier het eerste tweepersoonsbed. En hier gebeurt best wel wat. Ik zal de lichten even aandoen. Je ligt hier volgens mij midden in het magazijn van het brouwhuis. Want hier zijn allemaal kruiden, ingrediënten. Daar een paar babylaafjes op de hoek. Heel industrieel uiterlijk heeft deze kamer. De master bedroom. Met een tweepersoonsbed verwerkt in een grote ronde. Jongens, dit is toch fantastisch, man. Dit is toch geweldig. Kijk nou, joh. Hier allemaal ontwerpen aan de muren van het lavelaar. Deze badkamer is iets kleiner dan de andere badkamers die we tot nu toe hebben gezien. Alleen deze is wel in thema van de kamer. Hier ook weer met een laafje en een glaasje. Kijk die vloer ook. Ha, ik moet gewoon dit jaar in een van die kamers gaan slapen voor de eerste keer. Ik slaap natuurlijk nooit in de Efteling. Ik heb het 1 keer gedaan tijdens de COVID-tijd. Maar ik woon natuurlijk zo dicht bij de Efteling dat ik hier nooit in slaap. Maar ik moet dit een keer gaan beleven. Ik moet een keer die ervaring gaan beleven van slapen in zo'n themakamer. Want volgens mij, als jij hier een nacht slaapt, dan word jij gewoon vanaf het moment dat je het Efteling Hotel binnenkomt gewoon in een of andere Efteling bubbel gegooid. En daar kom je gewoon niet meer uit. Want ja, dit is toch fantastisch. Ik vind het helemaal leuk. Ik vind het helemaal super. Leuke kamer. De andere kamers waren wat uitgebreider, wat nieuwer. Maar hier is van de themabeleving gaaf. Dan is deze keten van je kledingkast. Het is toch fantastisch. We gaan naar de volgende verdieping, jongens. Yes, we gaan nu richting de volgende verdieping. De 4e verdieping is dat. We gaan naar kamer
417, we gaan door de deur. Ben je nou benieuwd naar alle andere hotelkamers, alle andere themakamers? Want ik ga er vandaag een aantal laten zien, maar niet allemaal. Ik heb al twee delen opgenomen waarin ik de hotelkamers van de Efteling ging checken. Dus check die. En in het tweede deel, dus het laatste deel, vind je ook de nieuwe normale kamers hier in het Efteling Hotel. Want een tijdje terug zijn alle normale kamers helemaal opgeknapt. En die heb ik daarin aan jullie laten zien. Dus check die video. En we gaan nu naar kamer 417. Oh, dit is leuk. Dit is een kamer waar ik er nooit eerder ben geweest. En waar ik heel benieuwd naar ben. Al een tijdje. De Coca-Cola suite. Oh, je hoort ook echt de cola flesje open gaan. Dit is natuurlijk wel echt tof. Even die lampjes aanzetten. Hoor die muziek. Oh, dit is vet. Dit is gewoon een bordbaan suite. Kijk naar alle kleuren. Oh ja, het zijn er eigenlijk maar twee. Dit is cool zeg. Kijk dan joh, helemaal een Coca-Cola. De vloer, de bedden, de hoe noem je die dingen? De bed overtrekken met Coca-Cola erop. Het bureau met de spiegel met de tv erin. Postertje. De hele zithoek met allemaal Coca-Cola dingen. Een poef van Efteling en Coca-Cola. Nog een tv. Coca-Cola flesjes aan de muur, Coca-Cola prullenbak. Een badkamer met een bad. Weer twee wastafeltjes. De Efteling heeft sinds deze zomer een samenwerking met het merk The Gift Label. En daarom heeft het Efteling Hotel eigen shampoo die je dus in de kamers overal terug ziet kopen. En die kan je ook kopen in het park. Oké, laten we eens even dingetje gaan ontdekken. Een lampje aanzetten. Ja, dus twee persoonsbedden. Het is geen losse kamers. Wat gaaf zeg. Ja, hier allemaal Coca-Cola spulletjes. Coca-Cola Monopoly, flesjes, zelfs een zeilboot. Luister, als jij van Coca-Cola houdt en je vindt het tof, dan is er maar één plek waar je moet slapen natuurlijk. Ik vind het echt een mooie kamer, maar deze kamer is vooral tof voor mensen die echt specifiek iets met Coca-Cola hebben. Toch een bijzondere themakamer willen, maar misschien niet zozeer echt iets met Efteling hebben ofzo. Of niet echt in die Efteling sfeer willen blijven plakken. Al moet ik zeggen dat die vernieuwde hotelkamers, die normale kamers, ook wel heel erg vet zijn en heel luxe zijn hoor. Maar dit is echt voor mensen die ja, fan zijn van Coca-Cola. Super tof, we gaan naar de volgende kamer. De volgende verdieping jongens, de vijfde verdieping. We gaan naar kamertje 513. De suite van vandaag op de vijfde verdieping is de vergulde suite. En ook al goud en twinklingetjes. En ik zie al goud. Oh, deze is wel dik hoor. Oh, kijk dan. Oh, ketel met geld. Wow. Dit is een interessante kamer. Ik ga het je laten zien. In deze suite heb je weer een leuk zithoekje, tv'tje, een royale spiegel en hier hangt dus een bordje. Deze kluis zit op slot, lieve gast, maar geen zorgen, het geheim om hem te openen zit achter het schilderij verborgen. Dan bedoelen ze dus deze kluis die echt dicht zit, die kun je niet openmaken. Hier ligt nog wat goudstaaf op en zo. Dan moet je dus op zoek naar het verborgen schilderij. Waar hangt hier een schilderij? Nou, dit is een tv. Ja. Dit, maar dit is niet verborgen toch? Hier zit wel beweging in. Wat? Die kan gewoon open. Ha. Nou ja. Moet je dit dan weer eens zien? Draai deze geheime code en zie een wonder geschiet. Deze kluis naar het bed opent en een gouden toekomst ligt in het verschiet. Nou, dan gaan we de code maar draaien. 1. 17, 24, 17, 24. En ik hoor zonder grappen ergens open gaan. Ik weet niet of dat jullie dat ook hoorden, maar ik hoorde zo'n openingje. En dit is zo bizar dit. Dit is zo fantastisch. Dit is de vergulde suite. We gaan verder. Ah, dit is wel echt een hoogtepuntje hoor. Maar wellicht komen we nog meer tegen. Op het bed allemaal diamanten. Ja, dit is dus die kinderkamer. Met hier een schatkist. Weer een stapelbed. En hier, wat is dit dan? Eens even kijken. Oh, wow. Een vee. Oh. Nou, eigenlijk een veetje. Want ze was heel klein. Veetje woonde samen met het veeënvolk in het grote toverbos. Prima.
Ik zie hier iets wat ik nog veel toffer vind. Hier staat gewoon een shoebak. Dit is gewoon een shoebak die je hebt in je eigen kamer. Dit is toch werkelijk waar fantastisch. Met de gouden munten van de ezel. Met drie varkentjes. Een gouden varken, een bronzen varken en een zilver varken. Hier ook die ramen kun je dus dicht doen als een soort kluis. Hier ook weer ducaten met het Efteling logo. Gouden munten. En uitzicht op de allermeest mooiste attractie van de Efteling. Vogelrok. Superkamer dit. Nog een leuk weetje. Dit is de kluis die de eerste tijd stond bij de ingang. Dat was een bankautomaat. En die is nu weg, want daar komt nu het Efteling Grand Hotel. Het nieuwste hotel van de Efteling. Wat volgend jaar open gaat. Alright, ik ben aangekomen in de volgende kamer. Dit is dus Wolf en de Zeven Geitjes kamer. Ik sta hier in een woonkamer. Weer tv'tje. Alles op en eraan wat alle andere kamers ook hebben. Het toffe hiervan is dat het een eigen, ja, soort pompoenen en worteltaart staat hier voor je klaar. Kacheltje. Je kan de zithoeken afsluiten met de slaapkamer, met door middel van een gordijntje. Ook de badkamer weer helemaal zoals de rest. Met alle luxe dat je het ook al liet zien. En hier de slaapkamer met twee tweepersoonsbedden. Boven ieder bed het bekende schild dat ook bij het sprookje hangt. Hier een portretje van de zeven geitjes. Ja, het zijn er alle zeven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier weer een tv'tje, bureautje. En het toffe is, hier staat gewoon de klok met Geitje Benjamin. Staat hier, hier is hij. Hoi Benjamin, de bekende klok. En hier, als je naar buiten kijkt, zie je daar mama geit. En daar de boze wolf aan deze deur. We zitten natuurlijk op slot, want anders dan word je opgegeten. We gaan nu naar room number 613. Voor mij een onbekende suite, de Sneeuwwitje suite. Papa, ik ben heel benieuwd. Niet dat ik hier een heks voor de deur staat. Oh, dit ziet er vrij chic uit. Ik vind het een beetje spannend, maar ik vind dit wel een hele mooie kamer, hoor. Een hele chique kamer. Mooie kleuren, mooi goud. Ik ga het je laten zien. Echt een mooie kamer dit. Mooi chic. Aan de wand. Wie is de mooiste in het land? Ja, ik natuurlijk. Zo mooi als u bent, oh, is er geen. Dankjewel, dankjewel. U bent het mooist van iedereen. Dank je. Alright, hier heb je dus in de eerste kamer twee tweepersoonsbedden. Dus alle bedden zijn hier hartstikke chic, hartstikke netjes. Prachtig. Vloeben denk ik met het klassieke Efteling logo, niks mis mee. Vaandels, de spiegel. En hier de zithoek. En ja, ik denk dat voor volwassenen is het best wel tof dit. Ik heb wel eens een keer ook een van de vorige delen de Fata Morgana suite bekeken. Die vond ik ook heel erg vet. Maar dit ziet er vrij chic uit. En hier dan de bekende mand met daar in de hoek de ene giftige appel. Ja, in principe hebben alle kamers dezelfde vorm. Hè? Alle themakamers, want ze zitten in een punt. Dus in een van de vier punten van het Efteling Hotel. We gaan naar de allerlaatste kamer op de zevende verdieping. De Doornroosje suite, jongens. Dit wordt de laatste kamer van vandaag. Ik vond ze eigenlijk allemaal wel tof. Je ziet wel wat verschillen. Je ziet ook veel overeenkomsten. Dit is dan de derde keer dat ik het doe. Dat ik de Fata Morgana suite heel gaaf vind. De Vliegende Hollander suite. De Padoue suite. Dus check vooral die andere delen om die te checken. Maar die Carousel suite, die is mij toch ook wel heel erg goed bijgebleven. En die vind ik eigenlijk tot nu toe de allergaafste die we tot nu toe hebben gecheckt. Maar we gaan ook nog de Doornroosje suite een goede kans geven. Laten we naar binnen gaan. Zo, als je hier binnenkomt, dan hoor je het verhaal. Die ga ik even uitzetten, want anders dan horen jullie maar niet. We zijn hier in een Doornroosje kamer. En dit is een wat meer simpelere kamer. En dat bedoel ik niet simpelheid en dat er niks te zien is. Alleen twee vaandeltjes,
Weer twee tweepersoonsbedden. Ik moet zeggen dat ik denk, als je met een familie een themasuite wilt boeken, je beter een kamer kan boeken met twee losse ruimtes. Als je als papman in een staalbed wilt liggen, moet je dat zeker doen. Maar kijk, dit is dus de kamer met de twee bedden. Hier zien we ook meteen het spinnenwiel, tv, bureautje, roosjes, ook wat rozen en andere plantjes boven het bed. Hier een mooi ontwerp van Anton Pieck. De badkamer even checken. Oké, deze badkamer ziet er dan wel heel hip uit. Dus over alles op en eraan, een douche, dat is de douche, dat is het bad. Toiletje, nou, zoals alles, zoals alle andere kamers het ook hebben. Hier de woonkamer met weer vier prachtige zetels. Met een mooie roos in de bedrukking. Het kasteel van Don Roosje op de muren getekend. Glas en lood met een roosje, ook super tof gedaan. Ja, hier weer tv'tje. Gewoon een nette kamer, ziet er mooi uit, alleen het is niet zo heftig en zo uitgekleed, zo aangekleed en zo uitbundig als een carousel, sprookjesbos. He, dus dit is een iets ander soort kamer trouwens. Heel tof, in het Efteling Hotel in alle kamers hebben ze muisjes verstopt en hier slaapt er één. Ga vooral als je hier slaapt op pad in je kamer naar allemaal verstopte muisjes. Dit was de laatste kamer voor vandaag, laten we naar onder gaan. En dan ga ik eens nadenken welke kamer ik het allertofste vond. Ik zie trouwens ook hierboven weer een paar muisjes die met elkaar aan het knuffelen zijn. Oh nee, ze slapen. Kijk, ze slapen tegen elkaar aan op een kussentje. Lekker man, we gaan onder toe. Zo, dit waren de kamers. Ik wil nog heel even naar het winkeltje Het Aandenken. Het winkeltje in het Efteling Hotel. Waar je allemaal toffe dingen koopt. Je kan bijvoorbeeld deze dekbed overtrekken kopen die in de kamers liggen. En de muisjes die we net hebben gezien zijn ook te kopen hier. Die kun je hier voor 15 euro per stuk kopen. Maximaal 2 per persoon. Dus bijvoorbeeld zo'n Anton Pieck muisje. Moet je bij het Efteling Hotel zijn. Ik ga vanaf hier jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze video. Buiten sneeuw te krijgen. Dus ik hou het even binnen. Duim omhoog. Laat in de reacties vooral weten wat jouw favoriete hotelkamer is tot nu toe. Vergeet ook niet die andere twee delen te checken. En dan zie ik je dinsdag weer terug met een nieuwe video vanuit de Efteling. En dan is Bart er weer. Want wat er leuk is, aankomend weekend gaat de Piranha weer open. Dus in de volgende video checken we alle nieuwigheden bij de Piranha. Tot dinsdag in het park. Doei doei!